daar hebben we... Nou ja, de matchwinner was het niet vandaag, maar wel een doelpunt te maken natuurlijk. Je doet er alles aan, hè, om die topscorer te worden in de tweede divisie. Ja, ik probeer er alles aan te doen om in ieder geval een wedstrijd te winnen. En daar horen doelpunten mee en die probeer ik ook te maken. Ja, het duurde wel eventjes. Hadden jullie het lastig? Ja, de eerste 10 minuten had het, ja, we stonden niet helemaal lekker nog. We kwamen er een paar keer uit, niet heel gevaarlijk, maar gewoon kleine mogelijkheden. Maar ik denk dat we na een kwartier wel wat van ons lieten horen. En ik kreeg nog best wel een aardige... Ik sprong te vroeg eerst al bij die bal van Moreira. Daar had ik er eigenlijk in kunnen koppen al. Ja, het was even wachten eigenlijk. En de tweede helft voelde ik hem al wel aankomen. Ik kreeg gewoon een kans die ik iets te wild overschoot. Ja, daarna ging hij er wel in. Een beetje een vreemde goal, maar het telt. Je hebt er flink voor moeten werken. Je hebt wat kilometers gemaakt, denk ik, vandaag. Heb je ze bijgehouden? Nee, ik heb dat statistieke dingetje heb ik niet op mijn telefoon, helaas. Dat is jammer. Nee, ik heb het ook niet bijgehouden. Maar ik kan nog wel even, maar dit was wel een van de wedstrijden die wel veel energie heeft gekost, man. Dus ja. Nou, volgens mij is daar ook wel op gehamerd, hè? Vooraf door de trainer sowieso. Die heeft dat vuurtje ook even aangewakkerd. Van als we verliezen is de titelstrijd gespeeld. Ja, kijk, hij weet dat wij heel goed kunnen voetballen. En ja, wij moeten gewoon alles eraan doen. Hij hamert er al heel het jaar op. Vorig jaar ook, dus ik ken hem niet anders. Nee, maar goed, deze was wel heel belangrijk. Ja, deze was wel heel belangrijk. Een beetje competitie spannend maken. En wij zaten al in een lekkere flow natuurlijk voor de winterstop. Ja, dan is het altijd de vraag, hoe pak je het op na de winterstop? Het is altijd kut om te verliezen. Maar wij winnen gelukkig. En we gaan door. Voor hun is het nu een beetje, ja, ik weet niet waar ze volgende week heen moeten, maar iedereen zal tegen hun zo spelen om punten te pakken. Dus ik denk dat hun het wel heel moeilijk gaan krijgen. En wij moeten gewoon onze wedstrijden winnen. En dat is vandaag gelukt? Dat is vandaag gelukt, ja. Geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel.